Nou, dan gaan we die gewoon doen. En heb ik dan nog een toverstok bij nodig? Oh ja, we hebben hier nog wel eentje. En natuurlijk even iemand die me even wil komen helpen. Jij hebt jouw vinger al. Wil jij er even bij komen? Hoe heet je? Wat zeg je? Marijn? Zeg ik dat goed? Mag ik een heel groot applaus voor Marijn? Marijn, wat leuk dat je er bent. Wat we zo meteen gaan doen, jij neemt straks de toverstok, dan zwaai je daarmee naar de kast. En dan gaan wij met z'n allen de toverspreuk zeggen. En dan moet het helemaal goed komen. Dus jij neemt de toverstok en je zwaait daarmee naar de kast. En dan komt alles goed. Dus jij neemt de toverstok en je zwaait daarmee naar de kast. Dan komt alles goed. Dus jij neemt de toverstok en je zwaait daarmee naar de kast. Dan komt... Oh, sorry, ik ben je een beetje aan het pesten. Ik zal het niet meer doen. Hou deze goed vast. Gaan wij... Marijn, dat is niet goed hoor. Dat gaat niet lukken zo. Je houdt mij gewoon een beetje voor de gek. Eens even kijken hoor. Hebben we er nog meer? Oh ja, ik heb die hier nog wel eentje. Hij is wel iets groter, Marijn. Maar dat maakt niet uit. Dan gaat dit lukken. Nou, mag jij deze goed vasthouden? Dan mag je gaan zwaaien naar de kast. En dan gaan wij met z'n allen de toverspreuk zeggen. Daar komt hij. 1, 2, 3. Hocus pocus Pilatus pas. Ik wou dat Giel de Muis weer. Inderdaad. En dan gaan we kijken en dan is hier nou Giel de Muis. Ja. Hallo? Wie ben jij? Ben jij een tovenaar? Een goochelaar. Oh, ik ben Thomas Test. Hallo. Jij bent? Ja. Ik denk dat er een beetje iets mis is gegaan. Wij zijn Giel de Muis aan het proberen. Wat heb jij nou achter je? Draai je eens om. Je hebt Giel de Muis in je broek zitten. Ja, aan de achterkant. Nee, ja, jawel, echt waar. Daar zit hij. Ja, maar dat is wel, is deze groot genoeg, jongens en meiden? Dat is helemaal niet goed genoeg. Wat we dan gaan doen, we gaan hem even terugleggen. Zo. En dan gaan we het gewoon nog een keer proberen. Wil jij misschien helpen? Vind je dat een goed idee? Waar is Marijn gebleven eigenlijk? Marijn, kom er even bij. We hebben nog geen Giel de Muis. Zo, wil jij deze nog even goed vasthouden? Maar er ging wel iets mis, want het is niet gelukt. Ik denk dat ik al weet wat we nodig hebben. Wil jij deze goed vasthouden? Wij hebben gewoon een grotere goochelstok nodig. Kom er even bij, Marijn. Wacht even. Even kijken hoor. Ik denk dat deze wel gaat lukken. Zo. Is dit goed? Jawel, hè? Marijn, mag jij deze goed vasthouden? Dan mag je hier blijven staan en gaan zwaaien naar de kast. Heel voorzichtig. Roland, wil jij daar blijven staan? En dan mag jij ook gaan zwaaien naar de kast. Hè? En dan gaan wij met z'n allen de toverspreuk zeggen, toch? Heb jij er nou gewoon 2? Oh, nou, helemaal goed. Hé, daar komt hij dan, hè? 1, 2, 3. Hocus pocus Pilatus. Pas. Ik wou dat Giel de Muis weer terug was, inderdaad. En als we er nou gaan kijken, dan is hij nu echt Giel de Muis. Oh, ja, dit is wel wat groter, maar is dit groot genoeg? Nee. Nee, daar hebben we ook helemaal niks aan. Dan doen we de kast weer even dicht. Hoe groot moet die zijn? Moet die zo groot? Oh, wacht, we gaan het gewoon nog 1 keer proberen, Marijn. Hou hem nog even goed vast. Wat zijn we nou vergeten? Heb ik niet op... Jawel, die knop heb ik toch al lang ingedrukt net? Niet? Oh, ik moet natuurlijk ook wel wat doen. Ik druk de knop in, dan gaan jullie zwaaien met de toverstokken en dan gaan jullie met z'n allen de toverspreuk zeggen. Daar komt-ie, hè? Ja. Dus 1 keertje nog, daar komt-ie. 1, 2, 3. Hocus pocus Pilatus, pas. Ik wou dat Giel de Muis weer... Wow, nou ja zeg. Oh Giel, wat fijn dat je er bent zeg. Ja, gelukkig zeg. Leuk om jullie allemaal te zien. Zo, is het toch nog goed gekomen, Giel? Wat fijn dat je er bent. Hé, we moeten Marijn nog even bedanken. Die heeft ons heel goed geholpen. Mag ik een heel groot applaus voor Marijn? Heel goed, hoor. Zo. Oh, maar dat deed hij best goed, want we hebben wel Giel weer terug. Zo, hé, Giel, wat fijn dat je er bent. Maar wat was je nou eigenlijk aan het doen? Was je kaas aan het maken? Was je nou gewoon kaas aan het maken? Dat klopt helemaal. Ik ben nou eenmaal gek op kaas en had een beetje trek. Ik heb eigenlijk nog steeds trek. Heb je nog steeds trek? Oh, dan moeten we even kijken hoe we dat zometeen op kunnen lossen.